Hallo mensen, kijkers van Dave the Dutch. Dit is Vincent. Ik kijk naar een nieuwe video. Een video waarin ik Hunt the Real Slender Game ga spelen. Pas uitgekomen. Hartstikke leuk spel, echt. Gratis trouwens. Het is het allerbelangrijkste ervan. echt fantastische graphics vergeleken met andere Slender Games. De makers hebben heel erg goed hun best gedaan om deze echt zo eng mogelijk te maken. En daarom ga ik het ook gewoon spelen. Het is 9:50. Het is donker. De kamer is donker. Dus ik ben er helemaal klaar voor, jongens. Ik ben echt niet iemand die graag horror games speelt. Wat ben ik? Ik ga er misschien wel meerdere episodes hiervan maken. Dus laten we beginnen met Noob. Ik heb Infinite Flashlight, Map Markers, Small Slender Aggro, No Excess Photos to Find, Darkness Will Never Come. Het klinkt nu al eng. What if you would... What would you do if you woke up in a place you've never seen before? Vappen. Is dat een heel goed idee? Natuurlijk is dat een goed idee. Prachtig. Zo mooi gedaan dit. Jezus, net een film. Flashlight. Okay, let's do this. Te rennen naar het eerste poort en ik kan hier al gelijk doodgaan, want Slender spant als je naar dit poort kijkt. Dat weet ik. Phew, somebody should be near. Oké, laten we dit even inspecten. Oh. Het lijkt een beetje op een gezicht. Freaky. Oké, hier krijg ik al gelijk het ding. Ik heb een heel klein stukje al gespeeld namelijk. Let's see what's on the other side of the game. Oh shit. Don't you spawn on me, Slendy. Don't you spawn on me. I have my own rights. Niet zo schreeuwen, jong meisje. Ik ga je niet helpen. Dat is niet mijn zaak. Waarom doe ik dit? Niet slim. Dus op een gegeven moment dan wil ik gewoon dat Slender op mij gaat spawnen. Want dan wil ik het gewoon laten stoppen. Zo, wat is dat? Het lijkt een beetje op een huis. Het zijn gewoon bomen. True story. True fucking story. Dat is een hoge boom. Hoge boom. Nice. Ik heb mijn flashlight het liefst iets zachter. Zodat ik zeg maar de omgeving ook kan zien dat het niet zeg maar veel verder is dan de rest van de omgeving. Oké. Slendy. Just fucking do it. Zie je, dit is net gewoon een beetje alsof je... zeg maar tot dood veroordeeld bent. Dan heb je ook liever van. Ja, doe het maar liever gelijk meteen. Nou, ben ik er maar af. Oh shenanigans. Oké, hier hebben we nog een bord. Oké. I can do this, mate. I can do this. Echt, om heel eerlijk te zijn. Dit is de eerste keer dat ik echt gewoon legit een horrorspel speel. Om later dan 9:30. Mijn hart klopt in mijn keel. Waarom doe ik dit? Dat ga ik nooit van mijn leven. Slender die werkt in dit spel heel anders dan in andere spellen. Het is niet zo dat hoeveel notes je hebt, hoe vaak... Oh shit, eigenlijk. Dat was fucking eng, zeg. We moeten in de buurt zijn dan. Dat heb ik liever niet, weet je. Gewoon weten niet. Lantaarnpaal. Kijk nu. Oh shit. Lantaarnpaal zeg. Dat was nog best wel eng. Ik weet dat er ergens ooit een televisie komt. Als dat die televisie is. Oké, what the fuck. Oh. Hey girl. Just scary looking. She won't help me this time.
God damn it. Oh nee. Er zijn wel heel erg veel borden, zeg. Mensen willen graag weten waar ze zijn, blijkbaar. Trouwens, ik wil wel dat jullie een beetje respect tonen aan mij, want de meeste van jullie zullen zelf waarschijnlijk nog nooit een Slenderspel hebben gespeeld, alleen maar video's kijken ervan. En dan denk ik dat ze stoer zijn. True story, bro. True fucking story. Oh god. I can do this, mate. I can do this. Gewoon running around like a mouse. Al een tijdje niks interessants gezien. Oh, het ziet er wel fucking mooi uit hoor. Zo, echt een best gedaan. Jezus, wat is dit? Zo'n fabriek. Een fabriek. Ja, dat... Oh, dat is slecht gaf. Godverdomme. Oké, er staat een hek, dus we gaan er niet heen. Yay, we hoeven er niet heen, want er staat een hek voor. Dank je, hek. Ik heb ook echt gewoon niet de behoefte om erin te gaan. Uiteindelijk spawnt Slender toch op me, dus... What happens? Weer een lantaarnpaal. Ik bedoel, weer een lantaarnpaal. Weet je, normaal staan er wel iets meer lantaarnpalen weg dan dit. Dit ga ik echt nooit van mijn leven. I can do this. Weet je? Als ik gewoon met iemand op... Oh, what the fuck. Daar hadden we het weer. En Slender kan trouwens in het spel rennen. Dat maakt het toch iets enger. Stel dat ik met iemand op Skype was op dit moment. Oh, dat had het zoveel beter gemaakt. Maar helaas is dat niet zo. Gewoon een beetje rondrennen en niks doen. Dat gaat denk ik niet echt helpen. Met het spawnen van Slender. Oh mijn god. Oké, you can do this, Vincent. You have the power. The force may be with you. Ik heb trouwens nog nooit Star Wars gezien. Trouwens ook geen... Ja, ik kan niet meer zo goed nadenken in deze omstandigheden. Het leek wel alsof die lantaarnpaal spawnde. Grappig. Lord of the Rings heb ik ook nooit gezien. Ook echt niet de behoefte aan. Oké. A little shit. Trouwens, als je gamer hebt gekozen of paranormal, dan heb je ook batteries voor je flashlight. Maar ik begin gewoon lekker met zo'n noob. Maar weet je waarom ik nooit Lord of Rings of weet het? Oké, we hebben weer een bord. Jezus Christus. Dat houdt ook echt niet op, hè, met die borden. Wat wou ik ook eens zeggen? Ja, de reden waarom ik die film zeg toch nog nooit heb gezien. Omdat de momenten waarop we die films gaan kijken, of willen gaan kijken, dat is dan altijd op verjaardagen. Want ik heb het natuurlijk zelf... films niet en ik heb ook echt de behoefte niet om die films te kopen. En de mensen die het dan zeg maar aanbevelen, dat zijn nou niet echt de mensen waarvan ik denk van hey, sympathieke kerel jongen, sympathieke kerel. Dat is gewoon niet zo. Net zoals Slender. Slender is ook niet zo iemand waarvan ik denk van oh, hey dude, jonge buddy. Zo, wat hebben we hier? Nee, ik doe even de intensity van mijn zaklamp iets minder. Ja, je wil gewoon dat ik suicide pleeg, hè? Nou, dat doe ik dus toch wel. Yay, suicide. Ja, dat was ook misschien ook niet zo snel. Zo slim. Oké, Slendy. Volgens mij zou ik hier echt gewoon een award voor moeten krijgen.
Je hebt gewoon het spel uitgespeeld zonder alle notes te verzamelen. En zonder Slender te zien. Terwijl, ik ben wel erdoor doorgegaan, maar side effect. Ja, dat was een inconvenient einde. Ik ben blij dat het over is. Dus ik ga ook niet opnieuw beginnen. Sorry. Dat was trouwens wel hartstikke leuk hoor. Geen facecam. Dat zeg ik pas op dit moment. Ik kon er gewoon niet op komen net. Geen facecam. Misschien als jullie het heel erg leuk vinden. Comment erover. Zo hé. Dat was een harde knal buiten zeg. Ja, ik woon dichtbij een industriegebied. En het zijn altijd van die jongens en die steken graag vuurwerk af. Op het industriegebied. Maar niet gewoon kleine rotjes of zo hoor. Maar gewoon zo, dat soort vuurwerk. Mijn hele microfoon ging er gewoon kapot. Maar als jullie het leuk vinden, comment erover. Als jullie facecam willen. Ik was er nu gewoon niet echt klaar voor. Mijn webcam is er nog niet zo goed klaar voor. Maar misschien volgende keer. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden ofzo. Rate, comment, subscribe en like. Heb een beetje respect. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Doegies.